je meerdere administraties in een omgeving, boek dan via Rekening Courant in beide administraties. Heb je meerdere administraties in een omgeving en komt er bijvoorbeeld een kostenrekening binnen die je over meerdere administraties wilt splitsen, gebruik dan het boeken via een rekening-courant verhouding. Het werkt eenvoudig. Als je een inkoopboeking maakt in administratie 1 en je boekt op grootboekrekening voor de rekening-courant, dan sluit Profit administratie 1 en opent de rekening-courant boekhouding, waar je de boeking verder af zal maken. Ik neem je mee in Profit. Allereerst ga ik een grootboekrekening inrichten. In startmenu Financieel ga ik onder Grootboek naar Grootboekrekening. Ik ga een nieuwe grootboekrekening aanmaken, klik op Nieuw. En in mijn geval ga ik een nieuwe grootboekrekening aanmaken om de rekening-courantverhouding op te geven. Nou, mijn rekening-courantverhoudingen zitten rond de 1650, dus ik zal 1651 als rekeningnummer opgeven. Ik geef als zoeknaam RC op. En ik geef vervolgens ook een omschrijving op en ik noem hem Rekening Courant Holding en Internet Services. Ik maak nu één grootboekrekening aan die ik voor de rekening courant verhouding gebruik. Vervolgens geef ik het type rekening op en in mijn geval staan alle rekening courant verhoudingen aan de passiva zijde, dus deze zal ik daar ook op zetten. Maar er is eigenlijk geen goed of fout. De overige zaken laat ik staan, ik scroll naar beneden. En voor de rapportagecockpit gebruik ik rapportagecode P041101. Dat is in dit geval overige schulden. Voor het RGS grootboekschema open ik even de zoekknop. Ik maak deze even wat groter. En in de omschrijving zoek ik op groepsmaatschappij. Hier pak ik even de rekening courant voor groepsmaatschappij 2. Ik klik op volgende en dan kom ik uit bij de BTW. Nou, heb ik te maken met een fiscale eenheid waarbij de BTW buiten beschouwing moet blijven, dan laat ik het vinkje uit. Maar ik heb gewoon de BTW nodig, dus ik zet het vinkje hier aan en geef eventueel een voorkeur van de BTW-code op. Dat hoeft niet. Ik kies hier wel voor te vorderen hoog. De overige velden laat ik staan voor wat het is en ik klik hierop voltooien. De grootboekrekening is aangemaakt. Ik sluit deze weergave en ik ga vervolgens een dagboek naar het dagboek. Dit doe ik ook onder grootboek en hier ga ik naar dagboek. Het proces is al ingericht. Hier heb ik namelijk al netjes een variabel memoriaal staan. En daar wil ik graag rekening courant boekingen doen. Nou, als je dit nou nog niet hebt, maak deze dan aan door de nieuw knop te gebruiken. Ik sluit ook hier even de weergave. En uiteindelijk moet ik dan natuurlijk ook de rekening-courant verhouding inrichten. Hiervoor ga ik onder beheer naar inrichting rekening-courant. De rekening-courant verhouding is eenrichtingsverkeer van de bron naar een doeladministratie. Daarom klik ik hiervoor opnieuw. En ik heb net gezegd dat ik tussen de holding en de internet services gegevens wil vastleggen. En, het nummer van, en hier geef ik dus het nummer van de bronadministratie de holding op. Selecteer ik hier. Het grootboekrekening pak ik de rekening die we zojuist hebben aangemaakt. Mijn doeladministratie is in dit geval dus mijn internet, dat is deze. Ook hier gebruik ik hetzelfde grootboekrekeningnummer en selecteer ik het variabele memoriaal. Werk je met intercompany facturen en wil je die graag direct afletteren, dan zet je hier het vinkje aan. Vervolgens klik ik op voltooien. En nu heb ik dus de rekening-courantverhouding aangemaakt van administratie 2 naar administratie 3. Wil ik ook andersom kunnen boeken, dan zal ik ook een tweede rekening-courantverhouding aan moeten maken. Dat zal ik ook even doen. Dan gaat hij nu van administratie 3 van internet, dezelfde grootboekrekening, naar administratie 2. Hiervoor gebruik ik eigenlijk dezelfde instellingen. Ik zal hier ook even het vinkje aanzetten en klik ik op voltooien. En nu heb je rekening-courantverhoudingen ingericht. Door gebruik te maken van rekening-courantboekingen heb je nooit meer verschillen in de aansluiting van de rekening-courant grootboekrekeningen in de twee administraties die je gebruikt. Veel succes!